Baggerfestival 2019 vanuit een kano in de Volkerhaven hier in Sliedrecht. Terwijl ik ondertussen van alles en nog wat te horen krijg om me heen en ontzettend nat wordt. Hopen dat we weer een gezellige uitzending kunnen bezorgen. Ik ben hier ondertussen aardig nat aan het worden. De scholen zijn achter mij nog bezig met Optimist on Tour. Wat ons betreft hartelijk welkom op het Baggerfestival 2019 vanuit Sliedrecht. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders. Wat is het hoofddoel van deze dag? Nou, het hoofddoel van deze middag is eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met verschillende watersporten. Zoals je hier achter mij kunt zien, zeilen, kanoën en suppen. Nou, na deelname bij de Optimist on Tour krijgen ze nog een vervolgaanbod mee. En dan hopen we dat ze zich aan kunnen sluiten bij een vereniging of vaarschool hier in de buurt. Nou meiden, we maken nu een mooie rondvaart mee, maar dit is voor jullie de eerste keer of hebben jullie het vaker gedaan? Nee, niet de eerste keer. Voor mij niet, nee. En voor jou? Voor mij wel. Oké, en bevalt het een beetje? Ja. Hebben jullie ook nog opdrachten die jullie moeten doen of is het alleen maar gezellig varen? Dat weet ik nog niet. Je hebt nog geen opdracht gekregen? Nee, nog niet, nee. Oké. Okay. Ja, varen. Varen, ja. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Is voor jou de eerste keer dat jij dit doet? Ja. En bevalt het ook een beetje? Ja. Nog geen moeilijke opdrachten gehad voor dit onderdeel? Nee. Oké, okay. En van welke school ben jij? OBS Henry de Nant. Baggerfestival 2019. Wij gaan nog eventjes verder kijken wat er allemaal nog meer te beleven is op het festival. Maar we groeten u alvast vanuit de Volkerhaven in Sliedrecht. Jezus, allemaal even een applausje voor jezelf. Je hebt het supergoed gedaan.